zie je allemaal historische figuren lopen. Wat is er aan de hand? Vandaag hebben we een bijzondere dag, de dag van de Bataafse vrijheid. Omdat de Delft dus eigenlijk in 1797 vergaan is, dan zitten we eigenlijk in de Franse periode hier in Nederland. En wij hebben een equipagegroep. En die verzorgt één keer in het jaar altijd een leuk evenement hier met alles wat daarbij hoort. Kun je vertellen wat dat is? Dit is de sifflet de marine, oftewel wat tegenwoordig de bootsmansfluit heet, maar wat in die tijd door alle onderofficieren en dekofficieren werd gedragen. En u bent het voor functie? En ik ben de schipper van het landschip van Oorlog Delft. Instrumentje waar kiezen mee getrokken werden. Het haakje werd onder de kies gedrukt en met een soepele polsbeweging werd de kies uit elkaar getrokken. Ik zie dat ze maar één epaulet heeft. Ja, dat klopt. De epauletten voor de lagere officieren was maar één kant, want over de linkerschouder werd een tas gedragen. En daar zaten de orders in. En die moesten dan doorgegeven worden. En dan kan je op zo'n schouder geen epaulet dragen. Word je een hoger officier, dan krijg je ook mooiere, grotere epauletten. De Delft is de bouw van een historisch schip uit 1783, een schip van de toenmalige admiraliteit, wat hier op een particuliere werf in Delfshaven gebouwd werd. Als naam zie je staan Museum de Delft, maar wij zijn geen officieel museum, omdat we hier op de kade met de bouw van het schip zelf bezig zijn. Een dik 45 meter lang, zeg maar oorlogsschip, haast 13 meter breed en wat 14 jaar gevaren heeft. En in 1797 bij een zeeslag bij Kamperduin zo zwaar beschadigd is geraakt dat hij na een aantal dagen op de Noordzee is gezonken. Inmiddels ligt hij nog steeds op die bodem van de Noordzee. Hij is wel gevonden en de restanten van de vondsten die we hebben kunnen we hier allemaal terugzien in de vitrinekasten. Wat hij daar had gehoeven, omdat hij gewoon naar het museum moet gaan. Thank you.
We hebben zojuist een deel van een rondleiding gehad van een van de gidsen. En die vertelt om een zeer, zeer leuke en duidelijke manier hoe het leven destijds was aan boord van de Delft. En wat er allemaal voor komt kijken om dus een oorlogsschip in de vaart te krijgen. En niet alleen dat, maar ook om het operabel te krijgen. We hebben gezien en gehoord dat de Delft helaas ten onder is gegaan tijdens die zeeslag. En ja, jammer genoeg is er wat dat betreft weinig meer van overgebleven. Gelukkig is er in de loop van de tijd, en dat is nog niet eens zo lang geleden, door duikers opgraving gedaan. En daarvan zijn enige artefacten naar boven gebracht en die zijn hier tentoongesteld in het museum van de Delft. Dus er is nog steeds iets voelbaars en tastbaars van aanwezig. Vindt het niet zonde dat het zonder subsidie van de Coolsingel moet? Ja, maar ja, dat schijnt altijd zo te zijn. De overheid heeft wat dat betreft deze zaak, zowel Delfshaven zelf als ook dit museum, bijzonder verwaarloosd. En het zou een zeer goede zaak zijn voor Rotterdam om dus als de overheid, de lokale overheid, een financiële bijdrage zou geven, zodat dus de zaak wat meer bespoedigd zal worden. Want zoals het nu staat, zal het nog vele jaren duren voordat de Delft zijn afgebouwd. En dat is voor zowel de vrienden van de Delft als voor alle Rotterdammers een zeer, zeer slechte zaak. Dus hopelijk komt daar spoedig verandering in. Ik stoor je niet langer. Ik stoor je niet langer. Waar bent u te vinden? In Rotterdam, Delfshaven, in het Lloydkwartier. Daar kunt u gewoon vrij makkelijk bij de Schiehaven 15 parkeren. En u komt binnen in het bezoekerscentrum, u neemt een kaartje en we gaan met de rondleiding beginnen. Hoog! Ah! Als u mij dat vertelt, dan...